Het imago van de schietsport heeft een behoorlijke deuk opgelopen door het drama in Alphen aan de Rijn. Dat zegt Nico Werri, voorzitter van schietvereniging Nimrod uit Heinkensand. Ja, dat betekent voor de schietsport dat we toch een beetje een slecht imago over ons heen krijgen. Het is toch iemand van een schietvereniging geweest die dat gedaan heeft. Nieuwkomers worden bij Nimrod uitgebreid gescreend. De proeftijd bij de Beverlandse Club duurt 1,5 jaar, langer dan de Schietbond voorschrijft. De kans bestaat dat Nimrod de toelatingseisen nog verder aanscherpt. Nou, in bestuur zullen we het daar zeker wel over hebben. Om nog eens even te kijken van mensen, wat kunnen we eigenlijk nog meer doen dan dat we al doen. Om te voorkomen dat dit soort incidenten plaats zou kunnen hebben.